Barbara, Sheila, Jaap, Kirsten. Hilger, Chantal. Chantal. En het trok mij omdat het een project is waarvan ze zei het is kortstondig geweest. En toen dacht ik, waarom is dat dan kortstondig geweest? En nou ja, dieper ingaan op wat het was. Er is een project gestart omdat Jaap enorm veel overlast ondervond van de buurt. In de buurt door voorbijkomende kinderen vanuit de school Anne van Rijn en van het ROC. En het idee was in ieder geval door ook met een QR-code dat de kinderen daarover konden sparren met buurtbewoners over kattenpraat. En dat kun je niet zomaar in één keer bij de kinderen lanceren, want dat werkt niet. Dat moet je echt knelen om ja, die kinderen bereid te krijgen om met die bewoners in gesprek te gaan. Maar ook dat vanuit de directie en vanuit school daar tijd en ruimte voor is om die kinderen te begeleiden naar de bewoners toe. Jaap is toen in een klas geweest om ook zijn verhaal te doen. Hij is daar ook echt wel heel ziek van geweest. En de kinderen waren daar ook wel degelijk van onder de indruk. Alleen het jammer was dat het kortstondige is dus ontstaan doordat de directie van de school uitviel. En vervolgens, net als jullie ook aangaf, communicatie vervalt dus. De communicatie is weg, bereidheid is er niet, tijd is er niet. En een vervanger die daarin zit, was er niet. Dus het werd ook niet meer doorgepakt of opgepakt. En, maar dat wil niet zeggen dat het hier stopt. Want Sheila zegt ook dat in de herfstdeel zei dat we oppakken. En het is noods verbreden, want nu is Jaap in een klas geweest met een bewoner. Maar ook het idee om het uitbreiden in de aula met meerdere bewoners. Mm. Daar zit wel weer een nieuwe directrice, maar het is maar net kijken of als je weer in contact kan komen, dat de communicatie weer. En dan kom je dus ook weer op het gemeenschappelijke belang door te praten, in contact te komen met elkaar om het toch weer warm te houden. Het mooie hiervan is wel geweest dat er wel degelijk een vonkje is geweest, want in de 9 maanden, afgelopen 9 maanden is er eigenlijk 1 melding geweest van een groepje van 4 wat toch weer voor overlast heeft gezorgd. Dat groepje is bij de in de nekvel gepakt, ouders zijn erbij betrokken geweest en er hangt wel degelijk een consequentie aan. En zo zie je dat, ook al is maar een heel klein vonkje en is eigenlijk denk je dat het doodgebloed is, is het er toch nog wel. En dat geeft ook weer kans om het straks toch weer op te pakken, desnoods groter aan te pakken en toch weer in contact te komen met elkaar. En dat, ja, dat toch weer naar communicatie en gemeenschappelijk belang, dat dus heel erg belangrijk is. En doorzetten, niet omgeven. Wat ik wel mooi vind aan het verhaal waar we eigenlijk als buurtmakers allemaal mee bezig zijn, is dat je eigenlijk op zoek bent van hoe kunnen dingen veranderen. Ja. Hoe verander je toch eigenlijk de kleine netwerkjes rondom mensen of in buurten. En dat ook al valt misschien iets weg, dat er toch blijkbaar iets veranderd is. Want dat vind ik zo mooi in jouw verhaal, van, of in jullie verhaal, van dat die 4, blijkbaar is er toch door heel snel te reageren en daarop in te spelen, is er iets veranderd. Ja, ook het belang van de kinderen die daar toen wel degelijk in dat project hebben plaatsgevonden. Die dus met Jaap in gesprek zijn gegaan en die dus op de koffie zijn gegaan en die dus nagels zijn gaan lakken, dat soort dingen. Dat die kinderen nu in de derde zitten en misschien ook wel dat vonkje afgooien naar de brugklas. Dus van, joh, doe dit nou niet, want... Ja, dat je op die manier probeert te verduurzamen. Ja. Dus het is te hopen dat China de kans krijgt straks in de, na de herfstvakantie om toch door te kunnen pakken en opnieuw in contact te kunnen komen met directie en ja, dat er ruimte en bereidheid is in de school om dat ook klaar te stomen. Dat is natuurlijk wel wat je nodig hebt, is commitment van school. Ja. De ouders zijn daar nu gelukkig van wel bij betrokken, omdat die kinderen dus die nogmaals weer voor die overlast hebben gezorgd. Ja. Die kinderen, zij weten dus wie dat zijn, die hebben ze dus te pakken gehad. En daarbij zijn de ouders ook in contact. Oké, want het is niet alleen de verantwoording van de school. Ook een stukje ouders en daarom zijn die erbij. En wat ik ook mooi vond aan Brigit, super mooi uitgelegd. Wat jij zei is, je kan het ook preventief inzetten. Hè? Dat er sowieso een school wat in de wijk komt, dat die al contact legt op een of andere manier met de wijk. Dus dat het niet een grote entiteit is, maar dat er gewoon al communicatie is. En uitwisseling. Ja. Bij voorbaat al. Ja, want dat wil ik wel even meegeven. Is dat doordat dit ontstaan is de school ook veel meer voor de wijk gaan doen. En
Jammer genoeg merkt Jaap dat niet. Maar zij organiseren wel beautyochtendjes voor buurvrouwtjes die nagels willen lakken, hun haren willen doen, een massage. Misschien moet je volgende keer meedoen. En